sprookje van Joris en de draak. Er was eens een klein koninkrijk dat volledig in de ban was van een draak. Niet zomaar een draak, nee, een verschrikkelijk monster. Groot en sterk. Hij leefde hier, in een stinkend moeras. Hij spuwde vuur. Het gigantische beest deed niemand kwaad, zolang hij maar genoeg te eten kreeg. En hij was kieskeurig. Hij eiste dat de koning hem elke dag verse schapen liet brengen om op te peuzelen. Zo kwam het dat de koning iedere ochtend iemand naar het moeras stuurde om de draak tevreden te stellen met een paar schapen. En dat ging al jaren zo door. En de koning van het land dacht, zolang de draak schapen eet in plaats van mensen, mogen we niet mopperen. Majesteit! Majesteit! Hoogheid, ik breng slecht nieuws. Wat is er aan de hand? Het is verschrikkelijk! Rustig, maar raadsheer, rustig. Vertel op. De schapen zijn op! Schapen zijn op. Ja, de schapen zijn op. In het hele land is er geen schaap meer te vinden. Geen schapen meer betekende een hongerige draak. En iedereen weet wat een hongerige draak kan aanrichten. De koning vond dat ze het de draak moesten vertellen. En dus gingen de koning en zijn raadsheer op pad op zoek naar de draak. Wie hebben we daar? Ik kon er gaan. De heerser van het koninkrijk. Ik ben de heerser van het vuur. Inderdaad. Erg indrukwekkend, waarde draak. Dat dacht ik ook. En ik ben ook de heerser van het water. Na een goede lachbui van de draak vroeg hij wat de waarde koning en zijn raadsheer hier bracht. Zo, waarde draak. U weet dat ik u elke dag 2 schapen laat brengen. Maar, ja, de schapen zijn op. Op! Maar we kunnen natuurlijk ook iets anders laten brengen, waarde draak. Heerlijk vers vis misschien, of lekkere hammetjes. Ik kan bovendien aan mijn kok vragen of die elke dag een exquise maaltijd voor maken met heerlijke hete pepers en lekker vers fruit. Ik geef u alles wat u maar wilt. Alles wat u wilt, kan ik u bezorgen, waarde draak. Brengt u dan maar elke dag een jong meisje als ontbijt. Een jong meisje? Een mals jong meisje, inderdaad. Maar dat is toch... Anders moet ik het doen met die taaie oude kerels als jullie. Ga nu wegwezen! En zo kwam het dat de koning de volgende dag de bevolking bij elkaar riep op het kasteelplein. Stilte! Beste onderdanen. Nu de draak al onze schapen heeft verslonden, wil hij voortaan iedere dag een van onze meisjes als ontbijt. We zullen dus elke morgen een jong meisje naar de draak moeten brengen. Ja, beste onderdanen, ik begrijp
hoe u zich voelt en ik voel met u mee. Maar wij weten ook wat de draak allemaal kan aanrichten als we niet doen wat hij van ons verlangt. Hij zal uit het moeras komen en een dood en verderf brengen in onze straten. Hij zal de huizen in brand steken. Hij zal grote overstromingen teweeg brengen. Ja, zolang wij de draak niet overwonnen hebben, zullen we moeten doen wat hij zegt. Maar ondertussen, beste onderdanen, loof ik 1001 dukaten uit aan degene die de draak weet te verslaan. Drakenstrijders, onverzaagd, luister wat de koning vraagt. De dappere die de draak verslaat, ontvangt 1001 dukaat. En iedere ridder die dit leest, trekt ten strijde tegen het beest. En zo kwam het dat de namen van alle jonge meisjes uit het land in een kelk werden gestopt. Vanaf nu, beste onderdanen, zal ik elke dag een briefje trekken. En het meisje wier naam ik voorlees, zal de volgende ochtend naar de draak moeten gaan. U bent mij vergeten, vader. Meisje. Mijn meisje. Er brak een verschrikkelijke tijd aan. Elke ochtend werd er een meisje aan de draak gevoerd. Daarbij verorberde het beest ook heel wat jonge, sterke mannen. Ze hadden alle geprobeerd de draak te verslaan, maar sloegen hun zwaarden stuk op de harde drakenschubben. De koning werd steeds treuriger. Hij wist zich in raad. En op een middag gebeurde wat hij al weken had gevreesd. Het volgende meisje is zijn eigen dochter, de prinses. Meisje, is er dan echt niemand die dit draak kan overwinnen? Ik schenk niet alleen 1001 dukaten, maar hij mag ook trouwen met de prinses, mijn dochter. En uiteindelijk zal hij dan gaan heersen over ons prachtige koninkrijk. Het gerucht ging snel rond. Zo snel als alleen een gerucht kan gaan. Later op die middag meldde zich een jonge man. Een gewone jonge man. Majesteit, geef mij wapens en ik versla de draak. Ja, geloof niet, sir. Ja, maar jonge man, je bent een gewone schildknaap. Die draak heeft al meerdere dappere ridders verslagen. En jij denkt hem wel aan te kunnen. Wie denk jij wel dat je bent? Ik ben Joris. Ik kom uit een land hier ver vandaan. En ik ben speciaal hier gekomen om de heerser van water en vuur te verslaan. En hoe dacht jij dat te doen, Joris? Die draak is erg sterk. En heeft al vele dappere ridders verslagen, zoals ik al zei. Je moet een draak raken waar die kwetsbaar is. Een draak raken daar waar die kwetsbaar is. Dat weet toch iedereen? De koning dacht niet dat deze schildknaap beter was dan al die andere dappere ridders die zich hiervoor gemeld hadden als drakendoder. Maar veel keus had hij niet. Immers, morgen vroeg zou zijn dochter geofferd moeten worden. Nou, goed. Veel geluk ermee. Geluk heb je niet nodig. Wijsheid wel. Stilte in het tuighuis, Joris.
Harnassen, je vindt er wapens en schilden. Kies maar uit wat je wil. Dank u wel. U kunt op me rekenen. Daarop ging hij naar het tuighuis om een passende uitrusting te kiezen. Hij voorzag zichzelf van een schild en een lans die wel 2 keer zo lang was als hij zelf. En toen trok Joris ten strijde, op zoek naar de draak. Tegen de ochtend kwam Joris bij het mistige moeras aan. De draak moest vreselijk lachen toen hij de tengere ridder zag. Het moet niet gekker worden. Met wie heb ik de eer? Ik ben Joris, de enige echte heerser van water en vuur. Jij, de heerser van water en vuur, heb je soms niet gezien wat ik net deed? Natuurlijk wel. Maar dat is kinderspel vergeleken bij wat ik heb gedaan. Wat dan? Ik heb het water van de oceaan in brand gezet. Het water van de oceaan, dat kan niet. Nou, en of dat kan? De hele zee staat in lichte laai. Kijk zelf maar. Ik ga het vanaf hier zien. De zon kwam die dag zo prachtig op dat het leek alsof er verderop een enorme brand woedde. Strek je nog wat verder uit, dan kun je de vlammen zien. Dat kan niet waar zijn. Ik zie wel rode gloed. En op het moment dat de draak zich helemaal uitrekte, sprong Joris naar voren en doorboorde het hart van het monster met zijn lans. De akelige schreeuw van de draak was in het hele land te horen. Maar het was van korte duur. Hij was dood. Joris werd groots onthaald. Beste Joris, je hebt je woord gehouden. De draak overwonnen. Ja! Wij zijn jou eeuwig dankbaar. En je beloning heb je dubbel en dwars verdiend. 1001 dukaten. In de hand van mijn liefste, de prinses. Hij zei het, het spijt me, maar ik zal je dochter niet trouwen. Niet? Mijn hart ligt bij diegene waarvan ik hou. En die dukaten, geef ze aan de bevolking van uw prachtige land. En voor de koning nog iets kon zeggen, namen de mensen Joris op de schouders. Ze gooiden hem in de lucht en vingen hem weer op. Ze zongen en ze dansten en iedereen vierde feest. Later verliet Joris ongemerkt het feestgedruis. Niemand heeft hem ooit nog gezien. Maar iedereen in het kleine land leefde nog lang en gelukkig.